Begin uw dag met de wekker van RTL 4. Met nieuws van Jan de Hoog. Dat ze onvergetelijk is. Als je het nat zet, konden we gisteren op het congres van de Volksavond. Avonturen van de families Konijn, Beer en Bever in Mapletown. Ah! Daarna Fred en aanverwanten in de Flintstones. De wereld van haute couture in The Bold and the Beautiful. It doesn't seem like it's very heavy. The Campbells and the Tates in Soap. I get on, sorry, I didn't realize you had company. De ochtend op 4 zet zich voort met een nieuwe aflevering van As the World Turns. Avoiding me is not going to change how we feel for each other. Dat en nog veel meer ziet u bij RTL 4. Het RTL 4 nieuws met Loretta Schrijver. Goedenavond. De gouverneur van Brindisi en omgeving heeft scholen ter beschikking gesteld voor de vluchtelingen uit Albanië. De Italiaanse regering heeft drastische maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat nog meer Albanese vluchtelingen het land bereiken. Alleen politieke vluchtelingen mogen blijven. In Brindisi bevinden zich nu bijna 16.000 Albanese en de hulpverlening komt maar langzaam op gang.